Zo, goedemorgen allemaal. Vlog nummer 2 vandaag. Mijn naam is Pascal Mariani, voor diegenen die het nog niet wisten. En ik ben op weg naar de opleiding, applicatieontwikkelaar. En ik moet even goed opletten hier. Beetje druk met allemaal kindjes op de weg. Nu voorbij gassen. Hupsakee. We zijn op weg ook naar de grote hal waar ik het vorige keer over had. En zoals jullie horen, lekker muziek op de achtergrond. Nou, dan weet je ook meteen mijn muziekkeuze. Vandaag is Codefest. En voor diegenen die het nog niet wisten, Codefest is een 24 uur evenement. Studenten gaan 24 uur programmeren. Dus lekker achter de computer zitten en proberen de opdracht die er is om 24 uur binnen die 24 uur af te maken. Zonder te slapen. Dus dat is ook nog zo wat. Nou ja, we zijn dus op weg daar naartoe en ik ga eerst andere vloggers meenemen, studenten van media en vormgeving. Het zijn 4, 5 vloggers geloof ik. 4 dames, 1 heer en die gaan we even ophalen, want ze hebben heel wat spullen, camera's mee om professioneel te gaan vloggen. Dus ik ga zo meteen lekker gassen als hier het uit... Ja, het is groen, yes, we kunnen. En op naar de opleiding. Zo, we zijn nu bij het Renijssel op de Velperweg en ik zie nog niet de vloggers staan, maar die pikken wel even op. Ik ga even parkeren. Even goed uitkijken voor studenten achter mij. Ja. Zo, en een beetje recht. En we zijn er. Ups. Hopla. Zo. Even kijken waar de vloggers zijn. Zo. Ik heb de vloggers ontdekt. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Spullen ophalen. Ja. Spullen ophalen. Waar zijn die spullen? Hier beneden. Hier beneden. Ja. Okay. Zullen we even lopen dan? Moet ik even helpen met iets tillen? Of, ja, ik denk veel dus. Ja? Nou. We zullen zien. Dat zijn de vloggers. Zo, zijn we een beetje wakker? Ja. Ja? Oké, okay, want jullie gaan ook 's nachts filmen, denk ik, hè? Ja. Oké, okay. Goed zo. Nou, gaan we jullie spullen even uit bij de uitleen, even halen. Zo, eens even kijken hier. De hele camera heeft al gescand en wat kaartje in de zwarte tas. De rest heeft nog even gescand. Nou, ik zal eens even gaan helpen. Oké, okay, spullen gescand. Bedankt, meneer. Yes. Graag gedaan. En dan gaan we voor een goede vlog zorgen, toch? Yes. Yes. Goed, de vlog is aan boord. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we maar meteen weer wakker worden? We hebben er achterin ook nog iemand. Ik zal even bukken. Hallo. Hoi. Wat is jouw naam? Franka. Franka. En we hebben hier zitten? Sjoerd. Oké. Okay. Nou Sjoerd, omdat je dichtbij zit, kun je misschien wat vertellen wat jullie vandaag gaan doen? Wij gaan vandaag 24 uur lang vloggen en filmpjes maken en livestreamen. 24 uur? Ja. Wow. Oké. Okay. Dat doen we op het Codefest. Codefest? Ja. Wat is dat? Daar gaan leerlingen van Rijnijssel gaan daar 24 uur lang bezig zijn met apps ontwikkelen. Oké. Okay. Een soort, ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, een ja? Hack. Hackathon? Ja. Hacken? Oh, dat heb ik nog niet gehoord. Van ja? Pascal? Ja. Oh, om het een beetje spannend te maken ook. Ja, ik denk het wel. Ja, dat zou kunnen. Codefest kent wat verrassingen. Het is van de opleiding de applicatieontwikkelaar. Er doen 14 teams mee, toch? Ja. Ja, 14 teams. En per team zijn er 3, 4 studenten. Dus laten we zeggen, om erbij 5 studenten. Maar hoe zijn jullie gevraagd? Hoe kom je erbij om hier te gaan vloggen? Waar zijn jullie van? Hoe, Wij zijn van media redactie. Oké. Okay. En Pascal die kwam ons klas naar binnen, of ons klas, onze mediaruimte naar binnen. Ja. En die had uitgelegd wat hij
wat hij ging doen. Ja. En dan vroeg hij of er mensen waren die daar behoefte aan of wilden meedoen. Ah, oké. Okay. Dus hij kwam eigenlijk binnen jullie opleiding. Dat is ook van het Rijnijssel, hè? Ja. Oké. Okay. Moet natuurlijk een beetje reclame maken. Zo is het tot stand gekomen. Ja. Toen, ik heb ook bij jullie gezeten, hè? 2-3 weken terug aan tafel bij ons. Ja. Waren uitgenodigd. Ja. Oké. Okay. En met hoeveel mensen zijn jullie? 6. 6? Ja. Oh, ik vanochtend verkeerd. Ik zei 5. Oké, 6. Maar het zijn 5 dames en dan jij als enige heer. Helaas. En dan jij. Hou je dat een beetje vol? Ja, ik ben het gewend. De opleiding is ook bijna alleen maar bestaat alleen maar meisjes. Oh. Toch? Ja? Niet helemaal. Niet helemaal. Maar ben je dan een beetje de alpha male of Of ben je meer iemand die het hulpje is van de dames? Nee, ik moet wel echt de leiding nemen, anders goed zo. Ja, de bovenstaan, hè? Ja. Goed zo. Nou ja, dan zijn we op weg, jongens, naar de opleiding applicatieontwikkelaar CodeFest vandaag. En later meer. Zo. In de natuur. Allemaal spechten om ons heen. Dat hoorden we net, hè? En ik zie al wat studenten. Hé, jongens, niet weglopen. Nee. Kom eens terug. Dat zijn studenten applicatieontwikkelaar. Hey, goedemorgen, hoe is het? Goedemorgen. Zo, hoe gaat het? Hebben jullie er zin in? Wow. Ik ben een beetje moe, maar... Beetje moe? Gaat wel goed. Het gaat wel goed komen. Ja. Florian en Melvin ook zin in? Ja hoor. Ja? Beetje goed. Zeg even je naam, Luc. Luc. Florian. Ivan. Melvin. En Ivan. Ivan, toch? Ivan met... Dikke dap. Ah, ja. Oké. Nou, de sfeer zit er goed in. We gaan naar binnen. Ja, zo, we komen nu in de grote hal. Dat had ik jullie nog beloofd om even te laten zien. En we komen meteen de docent tegen. Goedemorgen, Thibaut. Hey. Alles goed? Hey, ja, we staan meteen op de camera, hè? Ja, hallo. Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen. Hallo. Hallo, Iris. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, dit is dan de grote hal, jongens. Hier gaat het gebeuren vandaag, CodeFest. We hebben nog een docent, Lawrence. Moet ik even hallo zeggen. Ook Saskia. Saskia, goeiedag. Goedemorgen, onze teamleidster. Hallo. Lawrence. Goedemorgen. Goedemorgen, even een handje. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ja? We gaan ervoor, toch? Goed zo. Goed geslapen vannacht? Nee, want ik was nog in Amsterdam naar een concert. Oké. Okay. Het wordt zwaar vandaag. Oh, het wordt zwaar. Nou, succes. Ja, dankjewel. Nou, dit is dan de grote haal. Dat zijn de studenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, daar hebben we nog een docent. Luc. Hallo Luc. Heb je er zin in? Ja, jij ook. Goed zo, ik ook. Zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, oh, hier zit team. Goedemorgen. Exit. Nee, environment.exit. Juist. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Ja, jullie hebben zelfs een hoodie gemaakt. En visitekaarten, toch? Toch, Stefan? Yes. Hey, waar komen jullie nog wel vandaag tegen? Ja, zeker. Hoe gaaf is dat? Studenten hebben zelfs een eigen hoodie gemaakt. Nou, eens even van deze kant kijken. Goedemorgen. 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 Kijk. Iedereen heeft er zin in. We gaan eens hierboven kijken wat er allemaal speelt. Dan zijn we vlug weer terug. Oh, nog een docent, Pascal Wouters. Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Pascal. De initiator van CodeFest, alles de organisator. Goed? Jazeker. Ja, mooi zo. Heb je er zin in? Absoluut. Oké, okay, je gaat ze welkom heten. Dus ik ga ze dadelijk welkom heten. Loop ik even mee. Loop ik even mee. Menno hebben we nog gemist. Goedemorgen, Menno. Hey Pascal. Goedemorgen. Hey. Goed. Heb je er zin in, Menno? Ja, tuurlijk. Ja? Oké, okay. Geef me die high five dan. We gaan het fixen vandaag, hè? De briefing gaat beginnen. Hoop. Ik moet wel mezelf een stuk goed vasthouden. Pascal Wouters heeft net gefloten en de studenten gaan die kant op. En volgens mij gaan we zo de briefing doen. Daar komen ze voor de briefing, de studenten. Kom op jongens, een beetje looppas, een beetje doorlopen. Kom op. Yes. Er komen ook de vloggers aan. En hij zo. Ze gaan ook filmen. Hey. Gotcha. Goedemorgen.
Hey, de briefing gaat beginnen, hè? Ja. Zijn jullie er ook goed bij? Zeker weten. Goed zo. Oké, gaan we even kijken, want er zijn heel veel studenten verzameld. Wow. Alright. Succes! Hebben we er zin in? Ja, ja of ja? Hey, oké. Okay.